programma een goed begin. Neem er uw tijd voor. Stel u open. Ontvang. En laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen. God zegen, lieve luisteraars. God is goed en zeer te prijzen. En zijn naam is hoog verheven boven alle namen. Hij is het begin, hij is het einde, hij is de Alpha, hij is de Omega. Hij die was en die is en die komen zal. Weet u, telkens wanneer ik zijn naam prijs, dan ervaar ik Gods aanwezigheid meer en meer. We hebben hem echt nodig, lieve mensen. We hebben Jezus nodig. In alles, meer in het bijzonder wanneer we hem vertegenwoordigen in onze relaties, waaronder familie en vrienden. Wanneer we naar familie gaan, wanneer wij naar vrienden gaan, dat het zo belangrijk is dat wij in aanwezigheid, in onder leiding van zijn Heilige Geest handelen. Mijn naam is Jonathan Samidin en ik ben voorganger van gemeente Toval Blougrond. Het is wederom een genoegen, lieve luisteraars, om u kort te bemoedigen met Gods woord in het programma Een Goed Begin. Geloof me, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten. Elk woord van God is nuttig om te weerleggen. Elk woord van God is nuttig om te verbeteren, verbeteringen aan te brengen, te improven. Elk woord van God is nuttig om elkaar op te voeden in de gerechtigheid. Soms weet je niet wat goed is. Soms twijfel je of dat de wil is of de weg is die God ons naar heen wil sturen. Maar het woord van God, lieve broeders en zusters, is zo belangrijk voor een ieder. Het is zo belangrijk voor ons als kinderen Gods om opgevoed te worden in de gerechtigheid. Begin daarom uw dag met Gods woord. Er kunnen natuurlijk momenten zijn waar u zich afvraagt: wat ga ik of wat moet ik vandaag lezen? Nou, doe het makkelijk en sla het boek Spreuken op. Lees daaruit een hoofdstuk en word erdoor bemoedigd. Word erdoor geïnspireerd. U zal zelf merken hoe Gods woord u zal helpen om te begrijpen wat zijn wil is. En ik weet niet waar u bent. Misschien bent u nog in bad. Misschien ligt u nog in bed. Misschien bent u al vertrokken richting het werk. Ongeacht waar u bent, weet dat Jezus van u houdt. Weet dat mensen u misschien niet waardig achten. Maar het is Jezus die u waardig geacht heeft. Jezus heeft u gezien en hij klopt op de deur van uw hart. En het enige wat u moet doen is openmaken voor hem. U moet hem uitnodigen in uw leven. Heb maaltijd met hem. Heb een one-on-one gesprek. Bespreek de dingen met hem. En ik geloof dat wanneer wij hem geven, alles wat wij bezitten, alles wat wij doen, dat hij ons gaat helpen om door te gaan, te groeien in alles. En hij wil u heel graag helpen. Maar goed, laten we deze dag in zijn handen leggen. En hem danken voor alles wat hij ons gegeven heeft. Laten we hem alvast danken voor zijn liefde. Vader, dank u dat u van ons houdt. Dank u wel dat u deze dag geheel en al hebt overgenomen. Heren, wij geven u deze dag. Wij geven het aan u en danken u alvast voor uw leiding gedurende de hele dag. Leid ons veilig. Overal waar wij heen gaan en laat uw Heilige Geest ons instrueren met raad en met daad. En dit bid ik in de naam van Jezus Christus, de opgestane Heer. Amen. Lieve luisteraars, ik ben dankbaar dat ik u mag bemoedigen met dit kort woord. En het thema is: elke ziel is de Heere kostbaar. Elke mens. Een
ieder, anyone, alles wat adem heeft, is de Heere kostbaar. U die op dit moment naar mij luistert, u die op dit moment misschien op het punt staat om iets lelijks te doen, u die radeloos bent, u zegt bij uzelf van hey, de situatie waarin u zich op dit moment bevindt is uitzichtloos. Er is en komt maar geen einde aan die situatie. Tot u spreek ik. Weet dat God van u houdt en dat hij u gehoord heeft, dat hij uw gebeden gehoord heeft, dat hij engelen heeft gezonden om u te helpen. Hij wacht op u om hem te vragen om hulp. Sta dus open. Vandaag wil ik u bemoedigen met het woord en ik wil u zeggen, elke ziel is de Heere kostbaar. De hoofdtekst voor deze dag is Matteüs 18, vers 15 tot en met 16. We lezen hier, indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Wanneer u ziet dat uw broer, uw zus, de verkeerde richting opgaat, ga, bestraf hem onder vier ogen. Dat want taki, peta man, peta vrouw, peta sisa, peta brada, tega brada tak, i broer, zus, asan se idu no boom. Ga, doe dat. Indien hij naar u luistert, zo gaat het woord verder, indien de persoon naar u luistert, heb jij uw broeder, heb jij uw zuster gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststaat. Belangrijk is, u gaat de persoon één op één aanspreken. Natuurlijk, ik blijf zeggen, wanneer we dat doen, doe het in de liefde. Doe het omdat je graag wil dat de persoon verandert. Doe het omdat je graag verlangt dat de persoon zijn levensstijl een andere wending geeft. Doe dat omdat u dat zo graag wil. Doe het in de liefde. Doe het niet omdat u loer abrada of asisa. Doe het niet omdat u denkt dat ik me kiezing. En tide mo nyaming, tide mo kiezing. Want adentak na zo. Nee, doe dat niet op die manier. Doe het omdat u deze ziel wilt behouden. Want de Heere zegt, het woord van God leert ons dat elke ziel de Heere kostbaar is. Als u met die houding die persoon benadert, dan geloof ik dat de persoon duizend keren gaat nadenken om te zeggen van, hey, nou, die broer of die zus heeft gelijk. Ik moet de Heer gehoorzamen. En natuurlijk als de persoon de Heilige Geest in zich heeft, die persoon is bekeerd, die persoon kent Jezus, die persoon weet waar hij staat, dan zal hij gehoor geven hieraan. Dan zal ook de Geest in hem tot hem spreken. Amen. We maken wel eens fouten. En ieder maakt wel eens fouten. Vanwege onvoldoende kennis. En uiteraard kunnen omstandigheden daar een rol in spelen. Trouwens, niemand is volmaakt. Dat kan ik nu al zeggen. Gods woord leert ons, niemand is goed. Geen één. En het kan best ook gebeuren dat men een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Soms is men verkeerd bezig, maar men beseft niet dat het verkeerd is. Soms doet men iets onbewust, soms doet men automatisch. Nou, ik gebruik het woordje automatisch, omdat we soms dingen doen, we hebben het zo geleerd, we denken dat dat het is, maar het is verkeerd. En natuurlijk is het triest, lieve luisteraars. Het is triest wanneer mensen bewust dingen doen. Wanneer men bewust een verkeerde keuze maakt. Wanneer men bewust anderen criminaliseert of dienstnaam in een kwaad daglicht brengen. Dat is wel triest om te noemen wanneer men bewust dingen doet. Vandaag de dag is die zuivere liefde zoek. Ga maar eens na. Kijk om u heen hoe het een uitdaging is om lief te hebben. Niet dat ieder heeft meer lief. Het is alsof, ik weet het niet, een ieder denkt aan zichzelf, een ieder denkt aan eigen gewin. Natuurlijk niet aan ieder, maar
U snapt wel wat ik bedoel, het gros, het overgrote deel. We hebben het allemaal zo druk. Het leek wel erop dat men zit te wachten totdat de ander valt. Agerstak na wakti de wakti te wan brada of wan sisa of wan familie of wan mati. De mij falen, de mij fadong. Dan laf de mou laf. Ze wachten dat iemand valt. Of wanneer iemand een misstap maakt om dit vervolgens aan te kaarten, te rapporteren. Voor faya amang. Agerstak na loer de loer amang voor mek wan foto dat mika faya in. Dat mag niet zo zijn. En ik blijf het zeggen. Gods woord instrueert en leert ons ook. Elke ziel is de Heere kostbaar. Een ieder is belangrijk voor de Heere. Een ieder is belangrijk voor de Heere. Het is verder opvallend dat er eerder wordt gejuicht wanneer een mede-christen een fout maakt. Hoort dat wel zo te zijn? Weet u, we lezen in Jacobus 3 vers 2 een heel belangrijke tekst om ons wakker te schudden. Jacobus 3 vers 2 zegt, want wij struikelen allen in velerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. Die persoon is zelfs in staat zijn gehele lichaam in toom te houden. Broeders en zusters, lieve luisteraars, wij struikelen allemaal in velerlei opzichten. Dus als je iemand ziet zondigen, stap naar de persoon toe en bestraf de persoon. Wees hem terecht. Niet alleen terecht wezen. Doe dat in de liefde. Doe dat in de hoop dat de persoon hieruit leert. Want de Bijbel zegt in Matteüs 18 vers 15. Luister goed. Omdat deze tekst u gaat helpen. Matteüs 18 vers 15 leert ons. Indien hij luistert. Dan heeft u een ziel gewonnen. Dan heeft u die ziel gewonnen voor de Heere. En is dat niet wat we ons streven moet zijn? Is het niet zo dat wij zoveel mogelijk zielen moeten winnen voor Jezus Christus? Laten we daarom hier goed over nadenken. Want wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En wij lopen allemaal diezelfde risico's in dit leven. Matteüs 6 vers 1 leert ons broeders. Zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij. U die ziet, u die het ervaart en opmerkt. Help gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Broer, zus, lieve luisteraars, elke ziel is kostbaar. En wij moeten zoveel mogelijk hetzelfde streven hebben, namelijk een ieder moet mee richting het eeuwig leven. Niemand uitgezonderd. We moeten allemaal richting Gods Koninkrijk gaan. Elke ziel is de Heere kostbaar. Ik hoop dat deze korte bemoediging u meer dan ooit heeft aangemoedigd om vast te houden, om anders te kijken naar de mensen om ons heen, onze collega's, onze vrienden, zelfs onze kinderen, onze broers, onze zus. Wanneer we hen terecht wijzen, wanneer we hen bestraffen, wanneer we de persoon die misschien een fout heeft begaan, wat zeggen? Doe het in de liefde. Doe het met de geest van zachtmoedigheid. Doe het omdat je graag ziet dat die persoon verandert. Doe het omdat je de persoon wil helpen. Doe het omdat je iets in mind hebt. En dat is dat de Heere hem zo belangrijk vindt. Elke ziel is belangrijk voor de Heere. Doe het, lieve mensen. Misschien heeft u in het verleden anderen terecht gewezen. Maar u heeft het gedaan alleen na loer in loering, omdat na aiboy me kiezing. Weet je, dat soort gedragingen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het is christen onwaardig. Zo horen we niet met elkaar om te gaan. Laten we naar onszelf kijken. Laten we voor die spiegel staan en onszelf afvragen. Doen we iets goeds? Broer en zus, laat dit woord u bemoedigen. Ik wil tot slot kort met u bidden, zodat God u verder mag helpen. Heere, zegen uw volk, zegen degene die luistert. Laat uw woord, Heere God, hen helpen om sterker te zijn in alles wat ze doen. Zegen hen verder, Heere, gedurende de hele dag, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, dank u wel voor het willen luisteren naar deze korte bemoediging.
elke ziel is de Heer kostbaar. Heeft u een vraag? Wilt u graag reageren hierop? U mag me gerust een appje sturen op het nummer 863-1010. Let wel, 863-1010. God zegen. God bless you. Shalom. Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, u mag opbouwen en toerusten.